Welkom bij een nieuwe vlog van Rek. Kijk eens wie ik tegenkom. Juf. Oude maat van me. We gaan iemand verrassen. Dit is normaal zijn sauspaus karretje van de Hufsaus. Alleen hij gaat niemand verrassen. Dus ik ben benieuwd. Ik ga even met hem mee en we gaan het meemaken. Hij vraagt nu de weg. Dus kom goed. Morgen Juf, wat ga je vandaag doen? Nou, even leuk man. We gaan vandaag mensen bij instellingen en zo blij maken. Maar ook mensen die elkaar goed in overbrengen via mij. Ja. Gewoon YouTube goed. Dus mij. Voor als je info aan Hufsaus.nl een berichtje waar ik moet zijn. Met een telefoonbestuurtje tikkie. Dan ga ik de mensen blij maken. Ik ben daar naar mijn vriend Raymond Kos. En zijn vrouw Sandra en hun kinderen. Dan ga ik naar oom Jan Kos en zijn vrouw. Die wonen hier. En dan ga ik de Rolling Stones draaien op de Houseball. En dan roep ik dat ze erg gemist worden. Dat ze allemaal van me houden. En, fuck off, ja, lachen man. Nee, ik ga met je meekijken, dus zet de boel aan en ik film je. Ja. Dus kom goed. Nee, jammer, helaas. Maar dat komt nog wel. Ik ben hier namens de zoons, de kleinkinderen en je schoondochters om jullie blij te maken. Gaat je goed? Ja, toch? Waar is Jan? Goed nog even dan. Oude kinderen, de groeten van je zoons, je kinderen en je kleinkinderen. En mijn moeder is gek van PZN. En jullie zijn fucking gek van de Rolling Stones. Hoe blij word ik daarvan? Hou je thuis, hou voor jullie. En ik hoop jullie snel weer te kunnen knuffelen, ja? Love you. Heb je ze uit? Ja, ik heb de koffie van de aangang gehad, hè? Ja. Neem koffie op, hè? Ik ben aan de ballen. Ik ben lastig ervan. Pak je geweer. Ik ben gestalkt. En dan gaan we nog een keer. En dan weten jullie dat. We gaan nog meer mensen blij maken, ja? Bij het tweede adres, dus rijd nog even een stukje die straat in. En dan rijd ik nog even een stukje achter me aan en dan ga ik zo naar huis. Dus moment. Jeff, nou ja, wij is kicken. Waar kunnen we je vinden? Mensen kunnen info@hufsaus.nl. Ja. En dan kunnen ze vertellen voor wie het waar ik naartoe moet, voor wie het is. Met een telefoonnummer, een stukje tikkie voor YouTube. Als die betaald hebben, dan ga ik naar die mensen toe, ga ik ze blij maken. Dus jij gaat echt als mensen jou 10 euro storten, dan ga jij met het karretje en met de muziekinstallatie. Ja. Ga je dan naar mensen en dan geven ze een goed gevoel. Voor goede doelen en zo, dat doe ik voor niks. Instellingen, goede doelen voor niks. Dus niet allemaal gaan reageren met goede doelen, want die jongen moet ook wat verdienen. Natuurlijk. En anders kun je altijd nog zijn Hufsaus kopen, zo simpel is het. Nou Jeff, ik ga. Lachen om je weer even gezien te hebben. En toedeloe. Later. Hoi. Doei.